Volgende dag op 3 terug ontdekte ik dit. En je ziet het, het is. Het wordt van kwaad tot erger op het ogenblik. Ja, het is niet het enige pand wat hier onderhand is genomen. Nee, hier, er zijn veel meer panden hier. Dus bij mij aan de overkant en verderop in de straat. En dan denk je, ja, is er iets aan te doen? Hoe haal je het eraf? Het is er niet af te halen. Nee, bent u hiervoor verzekerd? Ik ben er niet voor verzekerd, nee, zeker niet. Ja, er is ook een clubje of zo, daar kun je lid van worden. Ja, er is iets met het wijkteam. En dan geeft die dat, geloof ik, door naar de politie toe en dan de gemeente. En ik geloof dat de gemeente, die zal dit gratis dan schoonmaken. Ik heb dit uitgeprint voor je. Oh, dat is goed. Dus het gaat over het schoonmaken van de graffiti. Ja. En de kunsten die ze eventueel op de rolluiken kunnen aanbrengen. Ja. U woont in de buurt? Ja, ik ben de overbuurvrouw. En ik help haar mee om het zo weer schoon te krijgen. Ik heb de gemeente ingeschakeld. Ik heb iemand van de raad hier over ingelicht. En hopen dat zo met media de boel een beetje aan het rollen kan krijgen. We gaan er niet gelijk een buurtwacht oprichten? Nee, dat niet. Nee. Dat doen we nog niet. Nee. Dan lopen er in Leeuwarden hele goede graffiti-artiesten rond. Ja, maar als ze nou iets moois erop doen. Ja, ik denk niet dat die jongens dit hebben gedaan. Nee, dat zie ik op die... Die elektriciteitshokjes en zo. Daar zie je de mooiste dingen op. Nou, dat mogen ze er bij mij ook op doen. Maar dit is niet normaal. Dit is niet meer goed.